Mijn naam is Merel, mijn vlogs heten Op weg met de panter. Nou Adriaan, waar zijn we? Mediapark in Hilversum. In Hilversum, een klein stukje voor van het Utopia terrein en we gaan zo meteen de box challenge opnemen. Ja, hij doet het. Ik sta hier in een vieze chi. Ik word zelf niet gesminkt, maar Gerrit wel. Dat is niet vegan, dus ja. Het is mijn eerste keer dat ik een vlogcamera beter heb. Een boxing gebouwd. Dus, en dan hebben we een evenement opgezet. Ja, we gaan hier. Ja? Zo kijken hoe hard we kunnen slaan. Kijk, zoveel make-up. Het heeft Merel zelf niet eens. Dan moet je kijken. Merel zou jaloers zijn. Make-up is. En lekkere stoel. Oh. Dit mis ik eigenlijk ook. Van een chille stoel in televisie. Ja, Adje. Hey. Ja. Verloren! Ja! Ik heb je niet laten winnen. Ja. De eerste ronde heb je verloren, de pre-wedstrijd. Ja. Ah, het echt komt er nog aan. Ja. En dan komt het op conditioneel ook. Kijk, want je hebt meer gewicht. Dus in dat opzicht heb je nog gewoon een voordeel. Goeie. Maar jongen, straks jongen, kom op conditioneel. En dan ben ik gewoon vele malen sterker. Nou, man. Ja. We hebben 2 maanden, hè? 2 maanden. Nou, lang niet meer. 1,5 maand, nou, jongen. Nou ja. Nou, dat komt wel goed. Je bent weer weg met Panter en dit keer is Diana bij ons. Hallo, het is een beetje koud hier. Het is hier heel koud, waardoor die dankzij Diana even lekker weer een mooi gezichtje aan de boven. En dankzij dokter Awad, waar ben je? Awad? Ja, hoi. Ik ben Jack Sarah, nog wel niet meer. Michel ligt nu op tafel. Weet je het om bij ons te zijn? Ja, ik zou je eerst zeggen, diep respect. Ja, hè? Nee, niet echt. Ik dacht, ik ga gewoon even kijken wat het brengt, wat het is, wat het doet. Maar, oh jongens, wat een avontuur. Ja. Allemaal bijzondere mensen. En neem maar ook gewoon hoe jullie leven en dat opbouwen en doen. En oh, ja. En hoe je moet gaan douchen. Ja, dat is heel zwaar. Nee. En daarom zijn we zo blij dat jullie los gaan. Nee, het is echt. Echt bijzonder, serieus. Echt heel bijzonder. Diaan, Anna, Dio, heel erg bedankt. Heel graag. Want wij zijn helemaal blij. Het was heel bijzonder. Ja, echt waar. Een hele leuke ervaring. Echt waar. Heel ja, bijzonder. Ik vond het ook echt heerlijk. Goedemiddag allemaal. Het is vandaag... Welke dag is het? Donderdag! Het is vandaag donderdag, je bent op weg met de panter. Ik ben even op weg naar mijn eigen huisje, want daar krijgt Gerrit nu DJ-les. Hoor eens. Hey. DJ Martin Gerrit! Nou. Hier is hij, dames en heren. Leuk. Hoe is het hier? Helemaal lekker. Ja? Hij is goed, hij is echt goed. Ja? Je weet waar de aan- en uitknop zit? Ja. Ja? Dat is een mooi begin. Ja, dames en heren, Martin Gerrit, DJ voor al uw evenementen. Goedenavond allemaal, je bent weer weg met de panter. En ik ga snel naar de poort, want ik ga de brassband Star Zoo opwachten. Want het is een verrassing voor de groep. En ik hoop dat we allemaal wat vrolijker ervan worden. En dat we lekker kunnen gaan dansen. Ja, ik mag er gewoon nog een beetje bij eten, want ik moet een paar kilo's aankomen. Dat moet ook zien. Ja, ik kan het ook nog van de andere kant zien. Prop me maar gewoon vol, want ja, not. Ik kan ook nog. Oké. Okay. Dames en heren, je bent op weg met de panter. Het is vandaag zaterdag en ik ben me aan het klaarmaken. En we zijn ons allemaal aan het klaarmaken, want vanavond is ons evenement Django in Utopia. Ik heb er super veel zin in. Alles staat super mooi klaar. Iedereen heeft fijn geholpen. En ik ga nu de artiest op wachten. Je bent op weg met de panter. Het evenement is in volle gang. Kijk eens wat er is. Django is nu aan het optreden.
Oh, je bent weg met de etende panter. What's good, welpjes gang? Je bent hier met mama panter en het welpje. Kerstwelpje is het. Oh. En vandaag zijn wij aan het uitrusten. Er gebeurt niet zoveel, want we hebben heel hard gewerkt vannacht. Gisteren heel de dag. Toch, welpje? Ja. En ik heb een mooie kerstmuts gekregen. Een pantermuts. Ik sta me voor geen ene meter. Maar hij is wel echt super cool. Ik heb nog nooit zo'n kerstmuts gezien. Oh, kerstmuts. Er staat niemand voor de raam, kijk. Papa, papa.